Hallo, mijn naam is Jeroen van Dijk en ik ga je wat vertellen over het project In één weekend componist. Orkest de Ereprijs doet al jarenlang projecten met jonge mensen wat betreft componeren. Als componist is het vaak heel moeilijk om je eigen werk te kunnen horen. Een schilder die kan zijn eigen werk tekenen. Een beeldhouwer kan zijn eigen werk poetseren, kleien, hakken, net wat hij wil. Een componist kan bijna nooit zijn eigen muziek helemaal in zijn eentje uitvoeren, tenzij je iets schrijft op piano. Maar schrijf je voor een orkest, dan wordt het een stuk lastiger. Dan moet je eigenlijk een heel orkest ter beschikking hebben om datgene wat jij hebt geschreven te kunnen laten horen. Nou, dat is nou precies wat we doen met Orkest de Ereprijs, met het project In één weekend componist. Je komt een weekend lang bij elkaar. Je doet allerlei oefeningen over componeren. Hoe gaat dat eigenlijk? Hoe denkt een componist? Wat doet een componist voordat hij aan het componeren slaat? Wat wil de componist? Wil hij wat uitdrukken? Wil hij niks zeggen? Wil hij gewoon mooie muziek? En al die dingen bij elkaar, die gaan we onderzoeken om dan uiteindelijk twee stukken te maken. Een stuk dat je zelf speelt, met je eigen groepje waarin je steeds gewerkt hebt. En een stuk dat je schrijft voor het orkest De Ereprijs. Dat stuk wordt dan het eind van het weekend wordt dat uitgevoerd. Het orkest komt repeteren met de componisten, dus met jullie erbij. En gaat dan dat stukje spelen in een concert. Aangevuld met het eigen stukken. Maar je bent dus voor het eerst echt componist. Jij hebt het gecomponeerd. Je speelt het niet zelf, maar je laat het de anderen spelen. En probeert op die manier jouw ideeën van wat je wilde duidelijk te maken. Die probeer je duidelijk te maken aan het publiek. Nou, ik laat je nu wat beelden zien van wat de Ereprijs zoal doet met componeren. En ik laat je ook een paar beelden zien van het project In één weekend componist, zoals we dat in de Lindenberg in Nijmegen, een cultureel centrum, hebben uitgevoerd. Hier zie je Wim Boerman, de dirigent van het Orkest de Ereprijs, aan het werk met leerlingen van het Johannes Fontanus College in Barneveld. Dat zijn leerlingen op een middelbare school, die hebben een stuk geschreven voor het Orkest de Ereprijs. Zij doen dat als een soort examenwerkstuk, dus zijn er wel ietsje ouder misschien. Maar ook zij schrijven voor het eerst. Zij schrijven wel alles in noten op. Dat gaan wij niet doen tijdens één weekend componist, tenzij je dat graag wil natuurlijk. En het orkest komt dan deze stukken repeteren en die stukken worden later in een concert uitgevoerd. De leerlingen zijn echt componist. Ze leggen uit wat ze willen, bespreken met de dirigent de partituur en geven aanwijzingen aan de orkest. Je hoort nu een kort stukje van Siem en zijn vrienden. Die hebben een stukje gemaakt tomatensaus, nadat ze eerst hun eigen compositie tomatensoep hadden gemaakt. En dat is gebaseerd op een akkoordschema. Dat schema dat hoor je een paar keer achter elkaar. Eerst spelen de blazers het, de houtblazers, nou de koperblazers, dan de piano met het slagwerk en het wordt steeds ritmischer. Ze hebben dat opgeschreven zoals je kunt zien gewoon met normaal Nederlands schrift, iedereen kan het lezen. En dan moet je nog wel wat uitleggen aan het orkest, maar het orkest begrijpt dat heel goed. Nou, dat klinkt dan als volgt. Je hoort nu het stuk De. De is een stuk heel uitgebreid opgeschreven, voor heel veel stemmen in de Ereprijs. Elk instrument is precies van beschreven wat hij moet doen, maar gewoon in woorden. Het is een heel bijzonder stukje geworden. Ze hadden al voor zichzelf het stuk Het geschreven,
Een stuk wat vol zat met experimentele geluiden. Zuchten uit de accordeon, getrommel op de gitaar. De snaren van de piano waren gedempt met de handen, zodat je een heel sfeervol stuk krijgt. En nu hebben ze een stuk voor de ereprijs gemaakt, het stuk De, waarin ook allerlei vreemde technieken worden gebruikt en het element van verrassing heel erg groot is. Er zit chaos in, sommige dingen gaan heel erg gelijk, sommige dingen zijn heel erg zacht. Soms is het alleen maar toeval, maar alles is bedacht door de componisten. Tot slot een van de oefeningetjes die we ook tijdens dit weekend zullen gaan doen. Het is gebaseerd op een stuk van Thierry de Meij, Tafelmuziek. Dat zullen we bekijken. En je ziet hier een voorbeeldje van de leerlingen uit mijn VWO-klas, 3 VWO. Ze weten het zelf niet dat ze in dit filmpje zijn gebruikt, dus ik hoop niet dat ze erg boos worden. Maar het gaat over samenspelen, ritmes bedenken, hoe ziet het eruit. Alles eigenlijk wat je als componist ook moet gaan doen. Het is een mooie oefening om te bekijken van, klopt het wat we aan het doen zijn? Levert het op wat we willen? En meer van die dingen. Daar gaan we dus dat weekend mee aan de gang. Goed, hopelijk heb ik je een beetje enthousiast kunnen maken voor het project 1-1 Weekend Componist op 28 en 29 mei in Utrecht. Ik heb geprobeerd wat te verduidelijken en ik hoop dat ik jullie zie op 28 en 29 mei in Utrecht. Daar.